Het is alweer de laatste dag van het Café Theaterfestival 2011. En wat hebben we wat moois gezien op de vrijdag en de zaterdag. Dans, cabaret, maar eerst natuurlijk ook toneel. En daar gaan we vandaag een kijkje bij nemen. En hoe doe je dat dan? Hoe maak je theater geschikt voor de kroeg? De voorstelling, Fuck de straling, waar gaat dat over? De voorstelling gaat over de angst voor het ondefinieerbare. En als je zo'n stuk schrijft, hoe maak je dat dan geschikt voor de kroeg? De tekst was er eerst en toen dachten we, wat moeten we doen om het nou pakkend te laten zijn en om het te gaan laten werken in een café. En toen dachten we, volgens mij moeten we dat protest gewoon gaan doen. Fuck de straling, fuck de straling! Jullie hebben allemaal gele jurkjes aan. Ja. Vanwaar gele jurkjes? Nou, geel is niet echt een modekleur, dus dan vallen we op. Het is puur en alleen om op te vallen. Ja. Waar demonstreren jullie voor? Tegen de straling. Welke straling? De alles vernietigende straling. En maar wie heeft er dan het meeste last van deze straling? Ja, misschien jij wel, omdat je geen helm op hebt gehad. Lekker straling. Wilfred, eigenaar van de Stadsgenoot. Je doet mee in het Café Theaterfestival dit jaar. Ja. Waarom? Omdat het gewoon cultureel verantwoord is en het natuurlijk heel veel gezelligheid meebrengt. Kijk naar buiten nu. De voorstelling in jouw kroeg, je eigen kroeg. Wat vond je daarvan dit jaar? Tevreden? Erg tevreden. Het was een hele mooie voorstelling. Volgend jaar doe je weer mee. Top, ja, absoluut. Danielle, je staat het hele weekend in de Jij en Wij. Ja. Je hebt al 4 keer gespeeld nu? Ja, 4e keer net geweest. Hoe maak je nou de theatervoorstelling geschikt voor de kroeg? In mijn geval, ik heb het echt op de kroeg gemaakt. Maar waar ik rekening mee heb gehouden is dat ze inderdaad op je lip staan. Dus dat je het allemaal iets groter moet spelen. En het vooral niet te veel in de tekst te zoeken. Ik ben iemand die wel geneigd is snel om lappen tekst eruit te gooien. Maar dat heb ik nu zo kort mogelijk gehouden. En hoe was het weekend? Heel erg leuk. Ik geniet ontzettend van het weekend en ook van alle andere theatermakers. Dus ja, een super organisatie. Ja. Beste Fred van Café De Potdeksel. Wat maakt nou echt Café Theaterfestival het Café Theaterfestival? Ik denk de interactie tussen publiek en spelers. Spelers spelen heel vaak door het publiek heen. Dus ze verrassen de mensen. Wat voor stuk of het ook is, of het vrolijk is, soms wat verdrietiger. Maar zich helemaal in kunnen leven in wat de spelers brengen. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden koopt. De laatste voorstelling van vanavond is van Signatuur Onbekend. Met Morgen klap ik voor je en jullie speelden in De Potdeksel het afgelopen weekend. Zeker. Kunnen jullie een beetje vertellen van wat jullie hier hebben laten zien? We begonnen met een prachtige Titanic na te spelen in 5 minuten. Daarna een twister, eigen huis en tuin uitbeelden van René Vroeger. En uiteindelijk het skippieballen. Hoe maak je nou theater geschikt voor de kroeg? Nou, we wilden heel graag gebruik maken van de ruimte, dus we hebben erover nagedacht dat we op elke plek in de ruimte een scène spelen, zodat iedereen wel iets goed kan zien. En we vonden het ook heel leuk om bijvoorbeeld de ramen te gebruiken, dus we gaan ook naar buiten tijdens de voorstelling en achter de bar en op de tafels. Zijn jullie goede vrienden in het dagelijkse leven? Hele goede vrienden. En werkt het dan om zo in een kroeg, in een theaterstuk, elkaar even lekker in de haren te vliegen? Het is wel fijn, alle frustratie die er hoe dan ook mag zijn, komt er wel uit. En vindt hij dat dan ook stiekem lekker? Dat ik hem sla. Daar kan ik me niet over uitlaten. Oké. Okay. Ja, jullie hebben natuurlijk een heel weekend erop zitten met z'n tweetjes in de Potdeksel. Wat vond je ervan? Fantastisch. Ik ben kapot, maar het was echt
fantastisch. Willen jullie volgend jaar weer terugkomen? Heel graag, heel graag. Dit was het dan weer wat betreft de voorstellingen van het Café Theaterfestival 2011. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgend jaar.